a serial killer a day. Op deze dag in 1969 ging Irene Blaze lekker een dagje winkelen in Hackensack, New Jersey. In een winkelstraat komt ze de knappe Richard Cottingham tegen. Ze gaan gezellig wat drinken in een kroegje en daarna biedt Richard haar aan om haar naar de bushalte te brengen. Maar ze eindigen bij de Saddle River. Daar wordt ze de volgende dag gevonden. Verkracht en gewurgd. Met haar eigen kettingje. Vanaf 2014 begint Richard Cottingham te bekennen bij de politie. They start to get troubled. I would say there's well over 80. You think that many? Well over. Not, and then would they try to kill him the exact same way or to, you know, leave a signature. You know? Hij bekent uiteindelijk 18 moorden.